Welkom terug. Vandaag was ik eigenlijk niet van plan om op pad te gaan. Ik had vanmorgen een dag vrijgenomen en dan zou ik met Willem naar de Alpenhegemus van Den Haag gaan. Maar morgen lijkt het aardig veel te gaan regenen. Dus hebben we dat plan geskipt. Maar nou vond Robert Kazemier vanmorgen een kleine topper bij het gemal bij Lemmer. En dat is een soort die echt op mijn verlanglijstje staat om nog eens een keer goed te bekijken. Ik heb er al een paar van in het verleden gezien, maar altijd ver. Nooit echt goed gezien, ook nooit echt heel goed bestudeerd in die tijd toen ik net begon met vogels kijken. Dus dit is een mooie kans weer om een soort aan mijn filmlijst toe te voegen. Kijken of we hem kunnen zien. Hier zien we het verspreidingsgebied van de kleine topper met de broedgebieden in het noordwesten van de Verenigde Staten en van Canada. De trekgebieden zie je in het groen, eigenlijk over de hele Verenigde Staten heen. En in het blauw de overwintergebieden in het zuiden van de Verenigde Staten en in Midden-Amerika. In deze grafiek zien we het aantal gevallen in Nederland door de jaren heen. Met in 1995 het eerste geval. En met de vogel van Lemmer zitten we inmiddels alweer op 32 gevallen van deze soort. En in deze grafiek zie je wanneer je de kleine topper in Nederland zou kunnen tegenkomen. De meeste gevallen worden gevonden in de winter, november en december. En enkele daarvan die blijven tot mei in Nederland hangen. Toen ik aankwam was de kleine topper niet meer in beeld. Er was er dus flink speuren in de enorme groep duikenen die er lag. Voornamelijk kuifenen, maar ook enkele gewone toppers zaten ertussen. Het was niet alleen letten op de gewone toppers, maar er zaten ook enkele hybriden tussen. Hier zie je een voorbeeld van een kuifeend-tafeleend hybride. Die te herkennen is aan een mantel die een beetje het midden heeft tussen die van de kuifeend en de tafeleend. De vogel heeft de kopvorm van een kuifeend met de aanzet tot een kuif, maar weer de kopkleur van een tafeleend en heeft ook de snavel van een tafeleend. Ze hebben allemaal meerkoets van hard naar links. Een lastigere hybride is echter deze kuifeend keer topper, die menig een voor de gek hield. Te herkennen aan zijn meer effen grijze rug. Heeft ook een aanzet tot een kuif, waarbij de kleine topper eigenlijk alleen een bultje op de kop heeft. Heeft ook veel te veel zwart op de snavelpunt, waar dit bij kleine topper alleen tot een nagel beperkt is. En een kenmerk waar Fred Visser mee aankwam zetten is de scheiding tussen de zwarte hals en de witte flank. Die loopt schuin in plaats van recht bij kleine topper. En ook zie je hier een helemaal schone witte flank zonder enige tekening erop die een kleine topper wel heeft. Gelukkig lukt het om na enig zoeken de kleine topper ertussen uit te pikken. Al zei het wat ver en helaas slapend. Zo, missie weer geslaagd. Kleine topper gevonden en kunnen filmen. Helaas zat hij wat ver. Weer is ook niet echt mooi. Maar ja, je weet nooit hoe lang zulke vogels blijven zitten. Dus je kunt maar beter gelijk gaan als je de tijd hebt. Wie weet, blijft er nog een tijdje. Kan ik een keer met mooie weer ook nog een keertje filmen. Voor nu wens ik jullie veel succes als je zelf ook eens op zoek gaat naar een kleine topper. En
En dan zie ik jullie de volgende keer.